moeite met bewegen, moeite met naar school gaan. Daarbij ook dat ik heel veel school heb gemist. Basisschool, later middelbare school en het hbo zelfs. Ja, het heeft me eigenlijk al vanaf kinds af aan beïnvloed. Dit is Ellen. Ellen is 26 jaar en heeft van jongs af aan al reuma. Dit heeft een behoorlijke impact op haar leven. Naast het feit dat ze minder mee kan doen op school, medicijnen moet slikken en regelmatig bij een arts zit, heeft ze ook nog te maken met onbegrip uit haar omgeving. Omdat reuma, dat denken mensen vaak niet aan jonge mensen. Ze denken eigenlijk alleen maar dat ouderen dat hebben. Het onbegrip kwam ook voort uit het feit dat reuma niet direct zichtbaar is. Dat was eigenlijk, je zag niks aan mij. Als je een gebroken been hebt of je zit in een rolstoel vast, dan zie je het dat iemand iets niet kan. Maar bij mij zie je het vaak niet. Dat is toch wel heel confronterend dat mensen dan denken, ach, niks aan de hand, je stelt je gewoon aan. Op de middelbare school wordt dat gevoel er niet minder op, maar zelfs meer. Klasgenoten snappen niet waarom Ellen soms later is en zelfs een liftpas nodig heeft. Doordat Ellen minder mee kan doen, heeft dit invloed op haar sociale leven, wat voor een tiener juist erg van belang is. Hierdoor raakt ze in een isolement. Waarschijnlijk wel, ja, want ik ging veel minder uit. En ik had wel 1 of 2 goede vriendinnen waar ik nog steeds contact mee heb. En die hielden me er altijd wel op de been. En daar sprak ik dan nog steeds wel mee af, maar die andere 4, 5, ja, die sprak ik eigenlijk gewoon nauwelijks meer. Dus ja, dan raak je inderdaad wel in een isolement, ja. Gelukkig heeft Ellen een goede band met haar zus Anne, die bijna dag en nacht voor haar klaarstaat. De hulp die Anne dagelijks biedt, heeft ook invloed op haar eigen leven. Ik denk dat het wel onopgemerkt veel energie van mij heeft losgeputterd. Want je bent toch wel veel met elkaar bezig. Als je als kind zijnde, je wilt met elkaar spelen, je wilt erop uit op een gegeven moment met elkaar. En dan moet je altijd wel een beetje rekening houden dat het niet altijd gemakkelijk gaat. Ellen is Anne dankbaar voor de hulp die zij haar de afgelopen jaren geboden heeft. Ze beseft heel goed dat dit ook invloed op het leven van Anne heeft. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Anne daar, dat ze dat moeilijk heeft gevonden. Dat er minder aandacht voor haar was. Tenminste, dat zou ik me zo zou ik me voelen, denk ik. Dus ja.